hemangiomen, couperose, rosacea, diffuse roodheid, spiderangioma enzovoort zijn vasculaire aandoeningen die dankzij lasers vrij gemakkelijk en met goede resultaten te behandelen zijn. Voor het behandelen van vasculaire letsels maken we een onderscheid in lasers voor het gelaat en de romp en lasers die voor het volledige lichaam kunnen gebruikt worden. Voor het behandelen van vasculaire letsels kan er gebruik gemaakt worden van Pulse Dye 585 nanometer, KTP 532 nanometer, NDAG 1064 nanometer en diodelaser met eenzelfde golflengte als de Pulse Dye laser, dus 585 nanometer. Wanneer gaan we voor welk toestel kiezen? De Pulse Dye laser is en blijft de gouden standaard voor vasculaire toepassingen. Door zijn hoge aankoopprijs en kostprijs van de dye of kleurstof is het steeds een toestel geweest dat vooral door ziekenhuizen en grote praktijken aangekocht werd. Dit soort praktijken leggen zich ook toe op de behandeling van vasculaire malformaties. De Synchrovascu van Deka biedt in dit opzicht een betaalbare oplossing met een lagere onderhoudskost. Bij de behandeling van vasculaire letsels maken we een onderscheid tussen rode en blauwe aders. Rode vasculaire letsels komen voornamelijk voor in het gelaat en op de romp. De blauwachtige letsels vinden we voornamelijk op de benen. Wil je nu vooral de rode vasculaire letsels aanpakken, dan kan je best kiezen voor de DENAV laser, de 585 nanometer versie. Dit toestel heeft dezelfde golflengte als de gerenommeerde Pulse Dye, maar dan onder vorm van een diodelaser met scanner. En dit met een zeer concurrentiële prijs. Ben je op zoek naar een laser om niet alleen rode, maar ook blauwe vasculaire letsels te behandelen? Dan kan je gebruik maken van de NDAG lasers. Die vinden we onder andere terug in de Synchro FT, XP Dynamis, Motus AY, Again AY of de ideale combinatie van KTP en NDAG laser, namelijk de V-laser. Surf naar onze website bmedico.be/vasculair voor meer info of contacteer ons om samen met u de gepaste laser te selecteren.